Ja, ik denk dat het een heel erg een soort van benauwd gevoel kan zijn. Een heel erg, ja, alleen gevoel. Dat ik me gewoon een beetje afgesloten voel. Ja, alsof je gewoon niemand iets met je te maken wil hebben. Zoiets. Waarom doe je mee aan dit project? Dat het aansluitend is wel aan een voorstelling ook. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat je met zo'n grote groep samen echt iets moois kan maken. Ik denk dat het iets is wat iedereen wel kent en herkent, maar waar niet iedereen het over durft te hebben. En dat het normaal is om erover te praten. En dat het ook een opluchting kan zijn om dan erachter te komen dat eigenlijk iedereen het heeft. Ja, ik heb het hier niet zomaar even 1, 2, 3 over met iemand. Oorlogsgebied, daar kan je ook heel alleen voelen. Want dan kan gewoon iedereen om je heen gewoon ploef weg zijn. Vrienden, familie, dan ben je ook wel gewoon alleen. Hoe zien jullie dit, zeg maar, in verband met eenzaamheid? Zijn er steeds mensen die afscheid van hem nemen. En in ieder geval hem niet zien of erkennen dat hij bestaat. En daar wordt hij steeds eenzamer door. Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Want alleen zijn, dat willen mensen soms ook. Maar eenzaam zijn, dat is echt je alleen voelen terwijl je dat niet wil. Ook al ben je misschien heel sociaal of doe je heel veel dingen. Het is gewoon iets dat iedereen kan overkomen. Dat je je niet comfortabel bij jezelf voelt, dat je gepest wordt en daarom voel je je eenzaam. Het kan van alles zijn. Ja, ik zou wel als iemand vragen, wat doe jij als je je eenzaam voelt of alleen bent? Dan zou ik zeggen, ja, dan ga ik schilderen. Of ik pak een goed boek. Of ik ga mijn huiswerk maken. Of ik ga naar buiten en sporten. Maar ja, we weten allemaal dat die telefoon toch veel leuker is op dat soort momenten. Hoe open je zo'n gesprek? Hey, hoe gaat het met je? Ja, je kan interesse tonen. Ja. Ja, ik denk wel. En ik denk dat het wel belangrijk is dat hoe dan ook je het opent, dat je wel een veilig gevoel hebt. Dat iemand zegt, ja, je moet iemand veilig laten. Het gevoel geeft dat ze echt, zeg maar, er mogen erbij zijn. Hoort. En er mogen over mogen praten. Ook al wil je er misschien niet zelf over praten, maar dan gewoon het gevoel dat er mensen wel om je geven, is het al belangrijk. En ook niet per se voor oplossing, met oplossingen komt, maar gewoon een luisterend oor bent en gewoon accepteert wat die persoon vertelt en er niet verder je eigen mening of ideeën over gaat zeggen. Ja. Op dat moment wil ik echt alleen mijn verhaal kwijt kunnen. Ik weet niet. Ik vind het sowieso wel lastig om gewoon te praten of zo. Ja. Nee, het is zeg maar in perspectief zo. Oh, maar dit is een beetje te lang. We hebben wel zo van een hele grote lucht of zo, maar ik weet niet. Nee, dat maakt niet uit. Je zit op de 11e verdieping, joh. Nee, dit is echt maar lokaal 11. En dan dat is misschien een beetje waar. Zo, 125. Wat vind jij fijn dat andere mensen voor jou doen als je je eenzaam voelt? Nou, in het begin wel met rust laten, maar daarna zou ik ook wel graag willen dat iemand me komt, ja, helpen. Door gewoon te zeggen, wil je misschien met ons meedoen of zo? Ik dacht, dan kan ik daar een vraag over voortvragen, maar dan gaf je het antwoord. Dan gaf ik het antwoord al. Ja, ik geef hele uitgebreide antwoorden. Ja, vertrouwenspersoon heb ik op school, waar ik altijd heen ga als ik ergens mee zit. Dus daar praat ik ook altijd mee als mij iets dwars zit. Heel mooi, maar dan denk je iedere keer, oh. Ja, nu zit je perfect met de stoel. Ik denk dat als je zegt, voel je je eenzaam, dat iedereen meteen bijvoorbeeld een wat ouder persoon bedenkt. Wat van 80 of zo. Ik voel me eenzaam, dat je dat voor je ziet. En niet een 16-jarige, you know, die heel veel dingen doet. Dus dan voelt het als het verkeerde woord. Maar eigenlijk klopt het toch wel. Dat als dan een nieuw shot komt, dat het dan begint met dat we het wegvegen. En dan terwijl ze aan het vertellen zijn over die plek, wordt die plek zeg maar ook getekend. Oh ja! Dit is het park.
nu een school gaan? Op zolder. Een wachtkamer. En waarom je slaapkamer? Mijn slaapkamer, omdat het toch wel mijn plekje is. Het is sowieso altijd in mijn huis, dat is gewoon mijn plek, veilig. Maar als je dan ergens anders bent en je ouders of je broertjes of zusjes er ook, dus je kamer is toch wel goed van jou. Andere heb ik de tip om het over de eenzaamheid te hebben. Niet per se over excuses zoals, ik verveel me, wat ben je aan het doen? Want dat helpt uiteindelijk toch niet echt. Want dan heb je op dat moment heel even afleiding, maar uiteindelijk niet meer. Ja, dat de behoeftes gewoon heel verschillend zijn. Dat sommige mensen het juist prettig vinden om contact te hebben. Andere mensen misschien juist heel prettig vinden om alleen gelaten te worden. Sommige mensen een gesprek nodig hebben. Sommige mensen een knuffel nodig hebben. Dat er zoveel talen zijn eigenlijk. En dat het ook soms lastig is om te achterhalen wat iemand... taal of behoefte dan is. Niet jezelf afsluiten van anderen. Niet denken, oh, die anderen hebben los onder mij, dus ik ga me maar buiten niet doen. Zeg gewoon, hey, wil je wat gaan doen? Zoek gewoon mensen op, weet je. Ga met je moeder een film kijken of... ga met vrienden wat doen, ga gewoon een wandeling maken. Maar ga niet alleen in de hoekjes zitten, wordt het alleen maar erger. Dat je gewoon klein begint in plaats van in je kamer alleen te gaan zitten, maar op de bank. Waar je ouders bijvoorbeeld ook in de buurt zijn. Dat je gewoon niet ook echt alleen bent. Het lijkt niet alsof iedereen eenzaam is, maar iedereen voelt zich soms wel eenzaam.